Erik Pieters, de linksback van PSV en Jong Oranje, opende maandagmiddag het Cruijffkoord aan de Accordeonstraat in Uden. Hij deed dit samen met wethouder Mirjam van der Brand en met Carole Taten, de directeur van Stichting Cruijffkoorts KNVB. De drie trapten tegen een bal aan richting de goal en met dat gebaar was het trapveldje officieel geopend. Op een Cruijffkoort zijn thema's als samen spelen, respect en fair play bijzonder belangrijk. En samen spelen, dat gebeurde volop maandagmiddag. Zowel jong als oud ging aan de haal met de voetbal en er werden verschillende straatvoetbalclinics gegeven, waarbij indrukwekkende trucjes voorbij kwamen.